En nog een variant die gedaan kan worden in het kader van spanningshoofdpijn. Er kan in de nekspier, nekspieren, hoog in de nek, vaak een hardere plaats worden vastgesteld. En die kan je met je vingers ontdekken. En de oefening die daarbij hoort zal worden getoond. Ja, vanuit een losjes gestrekte houding ga je met je vingers zoeken, hoog in de nek, links en rechts. En kijk of je daar een plaats vindt, een plek vindt die harder aanvoelt en ook onder druk gevoelig is. En die is vaak te vinden. En dat is helemaal relevant als dat aan de ene kant wel het geval is en aan de andere kant niet. En wat daarbij gedaan kan worden is als volgt. Plaats de middelvinger op de plaats van de grootste pijnlijkheid en de verhoogde spanning in de spier. Andere hand erbij en geef ook nog een extra druk daarop. En houd die druk gedurende 1, 1,5, 2 minuten rechtstreeks druk naar voren. Houd die druk in stand. Nadat je dit gedaan hebt gedurende 1 à 2 minuten, draai je het hoofd weer zo ver als gaat naar links en naar rechts. Zo nodig herhaal je de handgreep nog een keer met beide vingers die een druk naar voren geven. Doe dit maximaal 2 à 3 keer op een dag.